Marokko, mijn trots, mijn rijke land. De natuurlijke rijkdom, het geluk dat schuilt in een kleine hoek. Dat wilde ik tonen aan anderen. Niet alleen door Marokko te laten zien, maar vooral door te laten ervaren. Op stap met 10, voor mij nog onbekende jongeren. Een uitdaging voor hun, waarschijnlijk nog een grotere voor mezelf. Hoe kan ik het echte Marokko tonen? Is Marokko het luxueuze Marrakesh of een armoedige plattelandsdorp? En hoe zouden de jongeren hierop reageren? Ik koos ervoor om hen de verschillendheid van Marokko te leren kennen. Armoede en rijkdom, de grootstad en kleine dorpen, auto's of muilezels. Elke stap was een stap in de goede richting. Een nieuwe ervaring, een diepe indruk en warme handdruk. De jongeren leerden elkaar in Marokko beter kennen. Ze genoten. En ook ik genoot er ten volle van om hun stralende gezichten te zien. Hun vele vragen te beantwoorden en hun dankbaarheid te ervaren.